ADO Den Haag zonder Thomas Verheid, die is geschorst. Pakte vorige week tegen VVV alweer zijn 5e gele kaart van het seizoen. Is er wel bij, zit in het uitvak. Mario Bilate in de spits. Hier even aan de bal. Bilate met een goede bal naar Čatić. Čatić, en dit kan al na 50 seconden de eerste goal zijn voor ADO. Maar hij schuift hem voorlangs. Čatić. Daar had ADO heel lekker aan de wedstrijd kunnen beginnen. Maar de wedstrijd begint sowieso leuk. Hier Juicis namens Telstar. Juicis en vanuit de randje 16 David Min. Plet. Altijd in de basis bij Telstar. Absalem, wat een fout. Absalem, wat een fout. En wordt het afgestraft? Nee, ook niet. Na dat halve wegwerken van Denzel Hall. Dirk Kuyt, coach van een ploeg in crisis. Maar het loopt goed af. En daarna weer Telstar. We zijn nog altijd maar 14 minuten onderweg. Schotje van Jonathan Mulder. Vorig jaar nog ADO. Severina. En Bilate, Bilate. Er is ruimte bij Čatić. Zelf schieten kan ook. Een redding van Joey Houweling. Vervanger van de gebaseerde Ronald Koeman junior. Eerste wedstrijdpas voor Houweling onder de lat bij Telstar. Eerste helft is het echt een fantastische wedstrijd om naar te kijken. Nu weer Telstar. Het gaat op en neer. Plet. En een goede ingreep waardoor die bal nog overvliegt. Corner is er nog wel altijd. Juicis. De Griekse buitenspeler van Telstar. Die altijd voor dreiging zorgt. Maar toch wat weinig rendement heeft. Pas 2 doelpunten gemaakt dit seizoen. Nog altijd in de eerste helft. Čatić. Een diepe bal. Maar helemaal niemand. Oude Kotten. En die geeft hem dan zomaar aan Bilate. Bilate nu dan. ADO 1-0. Weer niet. Ja, in tweede instantie wel. Maar dat telt niet. ADO had hier al lang op voorsprong moeten komen. Vlak voor rust. Weer Čatić. En ook dit schot is niet besteed. Alexander Severina. De naam van Giovanni Franke wordt genoemd als nieuwe assistent bij ADO. De spelersgroep schijnt hem te willen. Maar Dirk Kuyt zelf niet. Ondertussen Plet weer. Plet. Te ver voor zich uitgespeeld. En Wendges. Daar het uitvak. Waarnaast de Thomas Verheid ook nog Boy Kemper zat. De al langer geblesseerde aanvoerder. De tweede helft is onder andere Ricardo Kiesna aan het elftal gekomen. En een hele goede steekbal hier. En een overtreding van Absalem. En Martijn Vos grijpt naar zijn borstzak en pakt tot ieders verbazing geen gele, maar een rode kaart. Een doorgebroken speler haalde Absalem hier neer. Is de lezing van Vos. Maar dat valt toch wel mee. Bousaku was het van Telstar, maar echt doorgebroken is dit natuurlijk niet. Het zit niet mee bij ADO. Derde directe rode kaart al van dit seizoen, dat wel. Maar ook met 10 man blijft ADO aanvallend gezien wel de betere ploeg. Hier wel een mispeer van Jesse Reinders. Die een kwartier voor tijd, dat is ook wel opvallend, spits Mario Bilate heeft vervangen. En dus weer de overname van Telstar. Nu dan? Nee, nog steeds niet. Seedorf. Hij heeft het vizier niet op scherp. Telstar dan. 10 minuten voor tijd. Nee, weer een simpel balverlies. Severina. Rustig tikken en dan is er wat ruimte. Kiesna. Maar spits is er niet meer. Alleen nog Severina. En Čatić. En ook aan de linkerkant dus Reinders. Maar veel te snel geschoten. De wedstrijd stevend af op een 0-0. En dat is toch geen resultaat om de crisis mee te bezweren voor Dirk Kuyt. Zitten we 2 minuten voor het einde van de wedstrijd. Geen overtreding. En Seedorf namens Telstar. Doet dat handig. En nog maar eens een aanval. Ben Sabou. Ben Sabou! De grootste kans voor Telstar. Komt 1 minuut voor tijd. En wat een redding is het van Hugo Wendges. Daardoor verliest ADO niet, maar blijft het 0-0. Maar dat is toch geen resultaat waar ADO tevreden mee mag zijn.